mensen, vandaag zijn we hier, zoals jullie de beelden hebben gezien, zijn we hier in Marvilia Parks Leiden. Dat is in Zuid-Frankrijk. Hier is een kaartje waaruit het is. Ja. Yeah. En ja, dit park is niet per se nieuw, maar je hebt dus ook nieuwe huisjes. Wat beelden zullen er subiet ook wel komen. Je hebt nieuwe huisjes, je hebt zo van die oude plastieken, die heb je. En je hebt ook van die houten. Wij hebben zo'n houten en we hebben die bij Rowan gehaald. Rowan, dat is zo'n Nederlandse bedrijf. Een Nederlands bedrijf dat zo huisjes in Frankrijk verhuurt. Omdat in Nederland en België toch iets properer is dan in Frankrijk altijd. Dus daarom hebben we dat gedaan. En ja, het is niet groot hier. Je hebt hier ook een zwembad zoals jullie kunnen zien. Hier komen zoiets nog wat beelden van. Dit is het zwembad dat er staat. Dit is het kinderparadijs. En je hebt ook nog die twee grote glijbanen, een gele en een rode. Die gele is een dubbele, daar kan je in racen. De rode is een redelijk snelle nog wel, die ziet je ze. Dit is niet in het park voor alle duidelijkheid, maar dit is in een ander Marvilia park. Deze glijbanen worden gewoon vaker gezet in zo'n parken. Maar hier zijn ze vanaf dit jaar, dus eigenlijk vanaf deze maand dat we hier nu zijn, zijn ze open. Dus echt nog heel nieuw. Hier heb je nog wat beelden. En heb je nog een triple slide. Je hebt nog een kleiner glijbaantje. Je hebt ook nog een voetbalveldje. Je hebt een tennisveld. Je hebt een padelveld. Je hebt een voetvolleyveld. Je hebt een volleybalveld. Je hebt van alles hier. En ja, het is heel dicht bij het strand. Je kunt hier gewoon uit het park wandelen. Dat is iets van, ik denk, 40, nou, misschien zelfs minder. Ik denk 30 meter wandelen tot de zee. Echt niet veel. Je hebt ook overal strandbarretjes hier. Ja, dat is allemaal heel handig. We zitten hier wel niet echt in de buurt van veel steden. Maar dat is ook niet nodig, want je hebt hier genoeg. Je hebt hier winkeltjes, je hebt hier van alles. Dus ja, kunt hier ook eens naartoe gaan. Verder hoef ik jullie niet veel meer hierover te vertellen. Je hebt het huis hier achter mij, maar dat is iets te klein. Je kan het nog online opzoeken, maar het is iets te klein. En het is al te rommelig, want morgen vertrekken we weer. Dus het is iets te rommelig om nu te gaan filmen. En te druk. Dus daarom zoek het zeker eens online op hoe het hier uitziet. In de huisjes, maar dat kan ik niet laten zien, want het is te klein en het is te rommelig op dit moment. Maar dat is eigenlijk alles wat ik jullie vandaag moest vertellen over Marvilia Parks Leiden. Kom je zeker naartoe. Het is niet heel duur voor een vakantie, heb ik mij laten vertellen. En dan moet ik nog één ding zeggen en dat is... Doeg!